Op 10 oktober strijden triatleten van over de hele wereld voor het goud in hun leeftijdsklasse. Om te mogen meedoen in Hawaï moet je je plaatsen door een goed resultaat te halen bij een andere Ironman. Voor Stijn en Stefan Veldeman is het de eerste keer. Een concrete doelstelling stellen is moeilijk, maar ik kan u wel verzekeren dat we hard getraind hebben en dat we toch wel beter willen doen dan vorig jaar. Het grote verschil is natuurlijk dat het nu tegen de toppers is van de wereld. Dus ik denk dat we zeker niet moeten praten van een top 30 of 40 plaats, maar laat ons zeggen dat ergens rond de top 100 zou toch wel heel mooi zijn voor ons. Trainen voor een triathlon is niet simpel als je daarna ook nog een fulltime job hebt. Voor het werk doen wij de korte trainingen, dat zijn de zwemtrainingen. En dan iedere avond na het werk doen wij dan de langere trainingen, fietsen, looptrainingen afgewisseld. En in het weekend, als we dan nog meer tijd hebben, dan doen we de heel lange duurlopen en de heel lange fietsritten. Wij doen natuurlijk al 3 jaar aan triathlon en het duurt even om daar organisatorisch zich op af te stellen en uw lichaam daaraan aan te passen. Maar nu moet ik zeggen dat dat vrij gelukt. We laten ons ook ten eerste hebben een persoonlijke trainer die ons begeleidt. Maar ik ga ook 1 maal per week bij de kiné om mijn lichaam een beetje mijn spieren los te maken. Naast Stijn en Stefan gaan ook Bruno De Dekker en Olivier Cornelis aan de start staan van de meest prestigieuze Ironman-wedstrijd. Maar niet allemaal hebben ze sportieve doelen vooropgesteld. Voor mij is het in de eerste plaats genieten. Ik heb mij kunnen plaatsen in Nieuw-Zeeland. Ik was ook meegegaan naar Florida. Daarnet mijn plaats gemist. En in Nieuw-Zeeland juist het laatste ticket kunnen nemen. Dus voor mij was het doel naar Hawaii gaan. En het belangrijkste doel daar is genieten. En de wedstrijd liefst natuurlijk zo goed mogelijk doen. Maar ik weet niet hoe je gaat reageren op de warmte, op het parcours. Het is de eerste keer dat ik er naartoe ga. Dus ik denk, genieten is het voornaamste. Ja. Thomas Mannaert, die al 2 keer deelnam in Hawaii, gaat mee als begeleider van het viertal. Mee onder zijn impuls groepeerde een aantal atleten zich om samen te trainen en sponsors aan te trekken. We werken nu sinds kort gedeeltelijk samen met Ridley en enkele andere partners. We hebben nu fietsen ter beschikking gekregen. Wij organiseren ons. Het is nog in een beginfase, maar het komt vlot. Het loopt vlot.